Toen ik vanochtend thuis aan de ontbijttafel vertelde dat ik naar een dag ging voor nucleaire veiligheid, toen kreeg ik als antwoord: gaat jouw ministerie daar nou eigenlijk ook al over? En gevolgd door een opmerking: nou ja, dat zal allemaal wel niet zo spannend zijn. Want ja, wat doen wij nou eigenlijk in ons land met nucleaire veiligheid? Is dit eigenlijk wel iets voor kinderen om bij te zijn? Ja, want het is onze toekomst. Het is juist goed voor kinderen om hier aan mee te doen. Want dan leren ze ook heel veel over kernenergie. Meedenken over de toekomst en over kernenergie en de straling. Er gebeurt van alles op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in ons land. Denk aan de kerncentrale in Borselen, de reactor in Petten, de onderzoeksreactor in de TU Delft of de verrijkingsinstallatie voor uranium in Almelo. Nou, ik heb op jullie website gekeken en ik heb net geluisterd, maar ik vind het toch wel moeilijk te begrijpen wat u nu eigenlijk doet. Er staan in Nederland fabrieken en bedrijven. En er zijn in Nederland mensen die allemaal die werk hebben en die werken dan met straling. En dat is heel belangrijk dus, dat er iemand is die erop let dat het allemaal dat het veilig blijft. Wij zijn gebaat bij een hele goede toezichthouder. Die houden ons scherp. We willen zelf ook alleen maar op de allerveiligste manier die centrale bedrijven. En iedere hulp die we daarbij kunnen krijgen of mensen die ons op het rechte pad houden, nou, dat verwelkomen we. Voelt u je wel eens schuldig over dat u afval produceert met de kerncentrale? Ja, dat is een hele goede vraag. Natuurlijk houd je dat zeker bezig. Net zoals we iedere dag blijven nadenken hoe we de centrale zo veilig mogelijk kunnen bedrijven. Maar het is een heel belangrijk nadeel dat het afval vrijkomt. En daar denk je wel eens over na. Is het wel verstandig om daarmee door te gaan? En zoals u weet moeten in ons land de nucleaire installaties en het transport van radioactieve stoffen en de opslag daarvan aan strenge veiligheidseisen voldoen. Veiligheid staat in alle tijden voorop. De autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is onafhankelijk en deskundig. Zij bewaakt en bevordert voor deze en volgende generaties, dus ook voor de kinderen, de nucleaire veiligheid, de stralingsbescherming en de beveiliging. Ik denk dat ze nu nog echt toch een beetje technocratisch instituut zijn. Ik bedoel, ze zien dat zelf graag anders, dat begrijp ik. Maar het is natuurlijk een onderwerp waar iedereen zich af en toe zorgen over maakt. En dan moeten ze echt gewoon heel duidelijk vindbaar zijn, maar ook gewoon helder zijn, maar ook neutraal zijn. En echt gewoon anders dan van de nucleaire sector. Dus ook dat het heel duidelijk is dat zij niet namens de sector spreken. The good thing that any agency can do is to create trust in public. So the agency really should work so that the public will trust the agency. Once the trust is established, public will be happy not to think about nuclear things anymore. And that is actually our goal. People, everything should be safe. People should be happily living without worries about radiation and nuclear. Sommige mensen vinden het eng. Snapt u dat ook? Dat snap ik heel erg, omdat het gaat over straling. En straling is overal, maar je merkt het niet. En mensen denken ook van straling, daar word je ziek van. Mensen denken nooit, straling kan je ook beter maken. Ik denk dat het heel goed is dat jullie weten hoe straling gebruikt wordt. En hoe je daar veilig mee om kan gaan. Dus ik zou het wel heel erg voorstander voor zijn om jullie daar inderdaad wel wat meer over te vertellen. Zodat je ongeveer een beetje weet wat het is. Het is natuurlijk een symbolisch moment. Maar dat staat toch voor de samenwerking. Bij iedereen de rol die hij of zij heeft. Als het gaat om veiligheid en radiostraalbescherming. Om die te gaan waarmaken. Dankjewel. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. 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 Ja.